Varkenoord is nog altijd het zenuwcentrum van de jeugdopleiding van Feyenoord. Maar na een roerige periode heeft het jeugdcomplex wel een metamorfose ondergaan. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen op het vernieuwde Varkenoord. Het was vanaf 2015 en eigenlijk daarvoor al wel duidelijk dat op het oude Varkenoord het programma, de uitstraling, de ruimte gewoon niet meer voldeed aan de verwachting die wij daaraan stelden. En op dat moment zijn we begonnen met plannen maken samen met de sportclub, onze amateurpartner. En in 2019 is dit prachtige gebouw bewerkstelligd. En hebben wij hier ons programma van Feyenoord Academy met tegenwoordig ook een geactualiseerde, volledig geïntegreerde voetbalvisie van onder 7 tot en met het eerste elftal. Van Menen is trots en er lijkt rust te heersen op Varkenoord. Dat was kort geleden wel anders. Jarenlang stond Stanley Bart aan het hoofd van de jeugdopleiding en braken grote talenten door. Maar er ontstond de laatste jaren ook een tweespalt onder de trainers. Bart wilde graag alles bij het oude houden. Sommige van zijn trainers wilden juist meer vernieuwen. Technisch directeur Frank Arnissen zag meer in het laatste. Het contract van Bart werd eerder dit jaar daarom niet verlengd en nu staat Rini Kolen aan het roer van de Feyenoord Academy. Ik ben hartstikke trots om bij Feyenoord te kunnen en mogen werken. En ook in de nieuwe rol die ik inmiddels vervult. Maar de energie krijg je natuurlijk op dagelijks. Als je met zoveel talentvolle spelers en heel interessante coaches en met het team samenwerkt, dan geeft dat energie. Kolen werkte lang in Noorwegen bij Rosenborg als hoofd van de jeugdopleiding. En als interimcoach werd hij zelfs kampioen van Noorwegen. Terug in Nederland werd hij eerst trainer van Feyenoord onder 21 en inmiddels is hij dus het hoofd van de jeugdopleiding. Een functie die wel iets anders is dan voorheen op Varkenoord. Er zijn wat taken bijgekomen, wat meer teams bijgekomen, het onder 21 team en het vrouwenteam onder andere. Ik denk op het algemeen in eerste instantie is dat je alle voorwaarden creëert om alles wat je hebt afgesproken en de visie die is uitgesproken, om dat zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De visie. Precies op dat punt wilde Feyenoord grote stappen zetten en eenheid creëren, van jong tot oud, van man tot vrouw. En dus werd afgelopen zomer een werkgroep bij elkaar geroepen om die visie vorm te geven. Daar is aan de slot bij betrokken geweest, Stanley Brad, John de Wolf, Rini Kolen, Melvin Boel. Ik vergeet er ongetwijfeld nog een aantal, maar dat is bedacht en geschreven door een heleboel. En uiteindelijk hebben we dat samengevat en brengen we nu terug in de praktijk. Als je een nieuw gebouw ontwerpt, een kleedkamergebied, een kantine, ruimtes om te kunnen studeren, dan kun je dat heel eenvoudig doen door alles recht toe recht aan te doen. Wij bedachten, we hebben natuurlijk een prachtig Feyenoord logo, dus dat ronde logo, dat willen we ook terug laten keren in het gebouw. Daar zijn we hier nu in beland. We noemen dit de Wall of Talents en we hebben ook gezorgd voor verbinding met de verdieping hierboven. En dat logo dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk ook hier een aantal zelfopgeleide spelers een plaats hebben kunnen geven als voorbeeld voor al die jonge talenten die hier rondlopen. En of je nu de carrière van Jorginho Wijnaldum ziet, of Robin van Persie, of Giovanni van Bronckhorst, of Wim Jansen, allemaal zelfopgeleid door Feyenoord, allemaal Feyenoord 1 gehaald, allemaal een internationale topcarrière en zelfs het Nederlands elftal. En deze spelers dienen als voorbeeld voor al die jongens die hier en meiden tegenwoordig die hier natuurlijk rondlopen. Want het doel is natuurlijk nog altijd om spelers op te leiden voor Feyenoord 1. Met een nieuwe visie dus. De algemene visie, we spelen voetbal om te winnen, te domineren en spektakel te bieden aan het publiek. En ons voetbal wordt gekenmerkt door hoge intensiteit, creativiteit, dynamiek, initiatief en aan- en terugsluiten. En de gedetailleerde voetbalvisie die wordt uitgelegd middels onze spelintenties en spelprincipes. Onze spelintenties vertellen wat we willen en onze spelprincipes vertellen hoe we dat willen. In het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Verdeeld over 4 speelveldgedeeltes. Dit verhaal heb je vaak verteld? Dit hebben we vaak verteld, want dit hebben we 60 keer doorgenomen met alle trainers. Ja. Het is een hele mond vol, maar je kunt het best concreet maken door er een voorbeeld uit te lichten. Nou, bijvoorbeeld over het verdedigen in fase 1 en 2. Onze intentie is om de bal in sprint zo snel mogelijk te willen veroveren. En onze principes vertellen dus hoe we dat willen bereiken. En in die principes beschrijven wij dat de eerste bal nooit door de as gespeeld mag worden. Dus we dwingen de tegenpartij in eerste instantie om naar de buitenkant te spelen. Om vervolgens juist het bal daar in te laten spelen, omdat we daar de bal willen veroveren. En dat is de snelste weg richting de goal. Nou, dat is dus binnen het verdedigen fase 1 en 2 zijn dat onze intenties en onze spelprincipes. Hoe je dat doet, of je dat in een 4-3 systeem doet, of in een 4-4-2 systeem, of in een 5-4-2 systeem. Sterker nog, wij willen in de jeugd dat op verschillende manieren aanleren. Alleen wel altijd met dezelfde spelintenties en spelprincipes. Ik zal jullie even een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld wat ik net al schetste in het verdedigen fase 1 en 2. Hier zie je op het scherm zie je een formatie staan 1-4-3 met de punt naar voren. Waarbij we dus de tegenpartij in eerste instantie naar de zijkant willen dwingen.
om vervolgens in de as uit te nodigen. En zoals je mooi kunt zien, hebben we al een overtalletje gecreëerd in de as van het veld. Een 4-3 situatie. Nou, daar willen we de bal veroveren. Dat kun je dus op heel veel verschillende manieren doen. Daar zijn de coaches ook vrij in. Dat willen we ook op verschillende manieren aanleren. Want als we dan straks in het eerste elftal komen en de coach kiest strategisch ervoor om het op een bepaalde manier te doen, dat onze spelers dat kunnen uitvoeren. Het is maar één voorbeeld, maar het zegt veel over hoe Feyenoord de jeugdopleiding wil stroomlijnen en effectiever wil maken. Ik heb ooit van Willem van Hanegem geleerd dat tactiek is je tegenstander op een dusdanige manier laten nadenken dat ze fouten gaan maken. Ja, dat is een hele mooie zin van Willem van Hanegem. Sluit ook helemaal aan bij de visie die we hebben. Op het moment dat een tegenpartij moet nadenken, kost altijd tijd. En juist die tijd zorgt ervoor dat wij in staat zijn om ruimtes te kunnen vinden. Dus fantastische uitspraak. Eet smakelijk. Alle trainingen, alle wedstrijden kunnen worden gefilmd, kunnen worden getagd, zoals dat heet, om uiteindelijk momenten eruit te pakken, specifiek voor die spelers, om ze informatie te geven over hun trainingen en wedstrijden. En die kunnen dat hier in deze videoanalyseruimte kunnen ze dat terugkijken. Dat kunnen ze op individueel niveau doen, dat kunnen ze met een trainer doen, met een van de assistenten, specialisten of met het hele team. De trainer kan er ook voor kiezen om een wedstrijd hier helemaal na te bespreken en gebruik te maken van het grote scherm. Het is mooi om nu te zien hoe dat in de praktijk ingevuld wordt. En ook wat het resultaat er al van is. Omdat je gewoon steeds meer beelden ziet waarin onze spelprincipes terugkomen. En dat klopt. Hier zie je dat Feyenoord onder 18 tegenstander Ajax probeert te bestrijden in wat Stam verdedigen in fase 1 en 2 noemt. In de opbouw wordt Ajax afgejaagd en naar buiten gedwongen. Het is niet zomaar druk zetten, het gaat om samenwerken, om hoe je en wanneer je druk zet. Jullie willen uiteindelijk bij de topopleidingen van Europa behoren. Dat is ambitieus. Ja, ik denk dat je ambitieus moet zijn. Maar is dat ook realistisch? Ik denk dat dat ook heel realistisch is. En er zijn genoeg voorbeelden bij grote clubs die hele grote academies hebben. En waar het best lastig is om daaraan aan dat niveau te tippen. Maar als je praat over het beste opleidingsprogramma, ik denk wel dat er een hele mooie doelstelling is om daaraan te voldoen. En daar werken we hard aan. Nou, uiteindelijk willen we gewoon steeds meer en steeds betere spelers afleveren aan het eerste elftal. En daar zal uiteraard tijd overheen gaan. Maar je moet het zo zien, als je het hele opleidingsprogramma door moet, dan speel je eigenlijk nu nog niet eens in de opleiding. Maar als wij straks over 4-5 jaar gewoon structureel spelers af kunnen leveren die er meteen staan, Feyenoord 1 versterken en met Feyenoord 1 ook de Europese top kunnen uitdagen, dan ben ik behoorlijk tevreden. Willy, mooie kerel.